allemaal en welkom terug. Het is dag nummer 3 van de Bucks Music E-Special 2021. Wij hebben optredens, we hebben demos, we hebben workshops. You want it, we got it. Hier zijn wat highlights van wat er gaat komen. En als je meer informatie wil, klik dan op de link in de bio. En dan kom je op de landingspage waar meer informatie op staat. We gaan beginnen vandaag om 2 uur met een livestream. Voor de drummers onder jullie die je skills even wil verbeteren. Er komt Marco Brok van Slagwerkschool Brok. Hij gaat je leren hoe je een simpele basisgroove kunt upgraden met een beetje een aanpassen van je hi-hat patronen. En hij gaat je ook leren hoe je dat kan aanvullen met wat coole fills. Dus leuk en leerzaam. En dan om 3:30, je ziet het steeds vaker overal om je heen, kolom luidsprekersystemen, right? Het zijn geluidssystemen die bestaan uit een subwoofer met een lage kolom en kleine speakers erbovenop. Ook Electro Voice heeft zulke systemen. En als ze iets bij Electro Voice doen, dan doen ze het wel goed natuurlijk. Die Evolve 50M is hun nieuwste kolomsysteem met de handige QuickSmart Link, een ingebouwde mixer, DSP en effecten. Wat wil je nog meer? Is perfect voor bands, voor muzikanten, voor verhuurbedrijven, noem het maar op. DJ's, iedereen die professioneel met muziek bezig is en een goede sound wil hebben. Het is ook nog eens super compact en draagbaar. Wat wil je nog meer? Tijdens de livestream leer je alles over dit systeem en de bijbehorende app. En dan om 5:00 El Cajon Percussion. Zeg je de naam wat? Want dan wacht maar af. Femke Krone en Girardo gaan helemaal los op de cajons. Girardo is een bekende naam in de Latin-wereld. Hij speelde op meer dan 20 albums. Femke Krone kennen we natuurlijk van Jan Smit, Nick & Simon, René Vroeger, zelfs met Ten Sharp heeft ze gespeeld. Ze gaan dus helemaal los op die cajons. Girardo en Femke gaan samen een stuk spelen. Die laten echt van alles horen op die cajons van El Cajon Percussion. En gaan ook een stuk samen spelen, dus kan niet wachten. En dan om 7:15 gaan we verder met de livestream van Pioneer DJ. En zij hebben niemand minder dan Chris Deluxe weten te strikken. En als je hem niet kent, Chris staat bekend om zijn ongelooflijke creatieve DJ sets. Waarin hij alles aan elkaar mixt, van hip-hop, house, pop, classics, you name it. En de livestream vanavond gaat hij dus allemaal tips en tricks verklappen. Speciaal voor jullie, die je kunt gebruiken om nog meer uit je Pioneer gear te halen. Stel gerust je vragen, bijvoorbeeld over de CDJ 3000 of de DJM mixers. En nou ja, alles wat je maar kunt bedenken, we beantwoorden ze graag. En als afsluiter hebben we om 9:00 heel, heel speciaal Danny Vera te gast. En ik wil niet te veel over verklappen, dus wees er gewoon bij. Kom er gewoon kijken en geniet. Tot straks.
Goedemiddag, welkom bij deze livestream van Bakshop. Mijn naam is Marco Brok van Slagwerkschool Brok uit Steenbergen. Ik ga vanmiddag wat verschillende patroontjes laten horen die je kan gebruiken op hi-hat of ride cymbal. Ik krijg namelijk vaak de vraag, Marco, wat kan ik het beste doen om een liedje wat op te leuken? Ik speel een basisgroove in een vierkwartsmaat, bijvoorbeeld dit. En wat voor patroontjes kan ik allemaal gebruiken om dat een keer te doorbreken? Dat ga ik met jullie behandelen. En mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie live in de chat. En dan kan ik kijken of ik daar iets op kan verzinnen voor jullie. Ik heb net al wat verschillende patroontjes gespeeld. Ik heb gespeeld vanuit een 8e en een 16e beat. En ik heb ook een triole groove gebruikt. Ik ga beginnen met een 8e groove. Dus wat ik net ook al als klein voorbeeldje gaf. En dan ga ik beginnen om die 2/8 die ik per tel speel, te verdubbelen naar 4/16. Dat zal ik doen op tel 3 en 4. Ik laat even een stukje horen. Om dit nu de hele tijd zo te spelen, kan natuurlijk ook enigszins wat saai worden. Dan kan je daarmee gaan schuiven. Bijvoorbeeld op tel 2 en tel 4, die 4/16e noten. Dan gaat het als volgt. Mocht je daar wat meer kleur aan willen geven, kan je dus bijvoorbeeld op tel 2 en tel 4 een open hi-hat spelen. Dat gaat zo. Die 4/16e die ik nu op tel 2 en 4 speelde, die kan je natuurlijk ook wat gaan variëren over de tel heen. Ik ga er even een voorbeeldje mee spelen. Ik speel 8e noten en dan ga ik de 4/16e per tel een beetje verschuiven. Kijk en luister. Het laatst speelde ik 4/16e op iedere tel, dus ik speelde alle noten vol, alle tellen vol met 16e noten. Ik kan vanuit die 4/16e kan ik ook combinaties gaan maken door één noot weg te laten. Als ik 4/16e heb en ik laat de laatste noot weg, dan gaat het als volgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Als ik dat patroontje continu op de hi-hat ga spelen, gaat hij als volgt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dit doet het goed om het iets voller te maken, maar dat je hem wel een beetje wil stoppen voor de tel. Als ik dit met een open haaitje ga doen op iedere nuk, klinkt hij als volgt. Ga ik dat combineren met bijvoorbeeld een 8e of een 16e beat, ga ik eerst met de 8e aan de slag, klinkt die als volgt. Bijvoorbeeld op tel 2 en 4, die verdubbeling. Iets sneller wordt die nog leuker. En ga je daar wat mee combineren in de tel, klinkt die als volgt.
Als ik dat patroontje omdraai, dan ga ik beginnen hem eerst met de 8e noot en dan 2/16. Dan klinkt hij als volgt. Als ik dit doorzet en ik ga daar een groove onder zetten, een bass en een snare. Zoals je hoort, door die verdubbeling op het laatste gooien, ga je naar de tel toespelen. Mix ik dit patroon met het eerdere patroontje wat ik speelde, dus deze, met de laatste die ik speelde, krijg je dit. Zijn hier misschien tot nu toe vragen over? Ik zie hier niks verschijnen, dus dan ga ik lekker door. Dan ga ik ervan uit dat het allemaal duidelijk is. Als ik terug ga naar die 4/16e per tel, waar ik net uit werkte, maar steeds één nootje wegliet, heb ik de 4e noot weggelaten. 1 tunnette, 2 tunnette, 3 tunnette, 4 tunnette. Bij die laatste die ik er straks voorspeelde, liet ik de tweede weg. 1 tunnette, 2 tunnette, 3 tunnette, 4 tunnette. Nu ga ik de 3e noot weglaten. Dus dan krijg ik het zogenaamde syncope patroon. Dat is 1 tunnette, 2 tunnette, 3 tunnette, 4 tunnette. 1 tunnette, 2 tunnette, 3 tunnette, 4 tunnette. 2 tunnette, 3 tunnette, 4 tunnette. Ga je dat wat sneller doen, is het vaak wat fijner om dat met twee handen te doen. En dan gaat het als volgt. Daar kan je ook weer combinaties mee maken van en de syncope. En dat gaat als volgt. Als laatste uitgaande van de 4/16e per tel gaan we de 1e noot weglaten en dan krijg je dit. Ga ik dan een combinatie maken met die 4, kan je bijvoorbeeld dit gaan spelen.
in eerste instantie met 4/16 waar ik steeds een nootje wegliet. Wat je misschien al opgevallen is dat ik tussendoor af en toe ook wat verdubbelingen speelde vanuit de 16e. Dat betekent ik speel 4/16. En ga ik bijvoorbeeld de laatste noot van ieder groepje van 4 ga ik verdubbelen. 1 tenutte, 2 tenutte, 3 tenutte, 4 tenutte, 1 tenutte, 2 tenutte, 3 tenutte, 4 tenutte. Speel ik dat in een groove. Krijg je dit. Ik kan bijvoorbeeld ook de 3/16 verdubbelen en dat gaat als volgt. Ga ik de 3rd en 4th verdubbelen, krijg je dit. Als ik dat wat sneller speel, ofwel voor de mensen die al wat verder gevorderd zijn, de roffel van 5. Als ik de roffel van 5 op de ne, dus de tweede helft van de tel, inzet, krijg je dit. Iets sneller. Wat ik net ook al een keertje tussendoor deed, is dat ik de hele tel verdubbel. Dus dan krijg ik de roffel van 9. Dan gaat hij als volgt. Als ik in plaats van 5 of 9 de roffel van 7 pak, ga ik de tweede, de derde en de vierde verdubbelen. Dan krijg je dus dit. Daar combinaties mee maken, kan je bijvoorbeeld dit gaan spelen. Dit uitgaande van een vierkwartsmaat met 16e noten ofwel 4 noten per tel. Als ik dat ga vertalen naar triolen, 3 noten per tel, kan ik bijvoorbeeld als basisgroove dit pakken.
violen. 3 noten per tel. En als ik bijvoorbeeld daar een noot weg ga laten, in iedere groep van 3 de tweede noot, dan krijg je dit patroon. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. Zet ik daar een bass en een snare onder, hoor je deze groove. Ofwel de shuffle. De shuffle, opgebouwd uit triolen, de tweede noot laten we weg. Als ik weer die triolen pak en ik ga zeggen van ik ga de eerste noot wel spelen, tweede niet, derde wel, volgende niet, volgende wel, volgende niet. Dus over 2 tellen verspreid krijg je kwart triolen. Ik speel eerst volledige triolen en dan ga ik steeds de tweede noot ga ik weglaten. Die gaat als volgt. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. Doe ik dat wat sneller, wordt die over het algemeen wat leuker. Komt-ie. Nu begon ik die kwart triolen op de tel, dus speelde een noot, tweede niet en zo wisselde ik dat steeds af. Ik kan ook beginnen met de rust en dan de noot spelen, dus dan krijg ik een kwart triool die na de tel begint. Gaat als volgt. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. Speel ik daar eerst een maatje met triolen voor, klinkt dat zo. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 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 Bass en snare erbij, klinkt het als volgt. Ga ik de kwart triool op de tel mixen met de kwart triool na de tel, dan klinkt er dit. En een beetje op tempo klinkt hij als volgt. Om hier een combinatie mee te maken en hem iets lekkerder door te laten lopen, ga ik in de tweede tel nog een extra noot spelen. Dan wordt die 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. Dus de laatste noot van de tweede tel in de triool, die speel ik erbij. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer. We'll be right back.
En met een kleine variatie erachteraan. Zijn er al vragen? Een drumroll. Oké. Een drumroll. Ik zal hem van langzaam naar snel doen. Op de snijdrum. Met een kleine toegift. Zijn er misschien nog meer vragen? Dan zie ik ze graag binnenkomen. De triooltjes waar ik net mee bezig was, daar heb ik steeds nootjes weggelaten. Daar kan je natuurlijk ook nog verdubbelingen in gaan plaatsen. Dus als ik bijvoorbeeld de triool heb. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. Ga ik die verdubbeling naar de tweede tel, naar de tweede noot van de tel toe spelen, is die 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. En dan kan ik hem natuurlijk ook op de eerste noot van iedere triool verdubbelen. 3 nummer, 4 nummer. Ga ik daar een beetje mee spelen? Ga ik bijvoorbeeld net als die kwarttriool de eerste noot verdubbelen, tweede niet, derde wel. En zo door gaat het als volgt. Ga ik die verplaatsen naar de tweede noot, dus eerst enkel, tweede dubbel en zo dat patroontje doorschuiven. Daar kan je natuurlijk ook weer een beetje mee gaan spelen, dat je verdubbelingen verschuift per tel. En dat gaat dan bijvoorbeeld zo. Zo kan je dus allerlei variaties maken. Wat je mij soms ook hoort doen is een open haaitje op een accent erbij gooien. Dat maakt het alleen maar leuk, dat kleurt het meer in. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de muzieksoort of het liedje waar je in speelt. Meer geluid erbij betekent natuurlijk meer volume en is niet altijd wenselijk. Wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is dat je zegt van ik speel een triolenpatroontje, bijvoorbeeld deze. I
uitgaande van het 12 achtste. 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer, 1 nummer, 2 nummer, 3 nummer, 4 nummer. En gooi ik daar, want ik kreeg net een heel mooi verzoekje binnen om wat ledematen tegen elkaar in te laten gaan. Als ik op mijn hi-hat een triole patroon speel, het eeuwenritme, een Afrikaans ritme, en mijn hi-hat in vieren laat gaan, krijg je dit. 1, 2, 3, 4. Dan kan ik bijvoorbeeld mijn bassdrum daar in drieën doorheen laten gaan. Dat gaat als volgt. En dan kan ik mijn linkerhand daar weer in zessen doorheen laten gaan. En dat gaat als volgt. En iets sneller klinkt dat zo. Ik hoop dat de vraag met de onafhankelijkheid een beetje beantwoord is zo. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen waar ik jullie mee kan helpen? Ik wacht nog eventjes. Ik zal nog één stukje als afsluiting gaan spelen en dan... Ga ik jullie alvast hartelijk bedanken voor het volgen van deze stream. Mochten er vragen zijn, kunnen jullie altijd via Bax sturen. Of eventueel naar mij persoonlijk, naar Marco Brok, Slagwerkschool Brok Steenbergen. Alvast bedankt voor het kijken. Nog heel veel plezier bij de collega's die nog verdere livestreams gaan verzorgen. De groetjes, tot ziens en houdoe! En tot ziens bij Bax. Groetjes. Houdoe.